Hallo en welkom bij Dynamite Magic Shop, productupdate nummer 101. Met onze kerstmutsen, want het is misschien ook kerst als je dit kijkt. Dat kan. Het komt er in ieder geval aan binnen een paar dagen dat we dit opnemen. En we hebben uiteraard rond de kerst weer prachtige, nieuwe, mooie, schitterende... trucs. ...dingetjes. Ja. En deze keer ook met alle high-tech dingetjes ertussen. Er worden momenteel super gave dingen gemaakt. We laten jullie ook niet langer wachten. Ik heb hier een munt. Nou, je mag hem checken, maar het is een munt. 2 euro munt. Ik zou je willen vragen om die in een van je handen te pakken. Of onder je handen te leggen, wat maakt niet uit. Op tafel te leggen, ik zal niet kijken. Dus je legt hem zeg maar, onder een van de handen. Doe het even zo, dan kan iedereen het goed volgen. De achter je rug is een beetje oneerlijk. Zeg maar als je klaar bent. Ja, gewoon neerleggen? Ja, je handen neerleggen met de munt onder een van de handen. Doe maar, dat is makkelijker denk ik op de camera. Heb je gedaan? Ja. Oké. Ik heb daar geen monitor, kan ik zien. Dus je kan de munt hier verstopt hebben. Of je kan hem daar verstopt hebben. Ja. Maar je hebt hem in je rechterhand, onder je rechterhand verstopt. Maar nog mooier. Heb je gekeken wat boven ligt, kop of munt? Ik heb er niet naar gekeken. Niet gekeken, oké. De kopzijde ligt boven. Dus dat betekent dat er een gezicht te zien is, zeg maar. Ja. Klopt. Oké. Nog een keer. Dat kan. Oké. Nog een keer. Verstop de munt onder een van je beide handen. Dat je zelf wil. Ja. Klaar? Ja. Oké. Okay. Ga hem hier kunnen verstoppen. Wat heb je net gedaan? Ga hem hier kunnen verstoppen. Ah, je bent wel van niet zo van het wisselen, heb ik het idee. Je hebt hem nou weer in je rechterhand. Maar deze keer heb je niet kop boven, maar munt boven. Klopt dat? Ja. Munt boven. Ja. Wat is dit? Dit is een dingetje waarop we lang gewacht hebben. Laat ik het zo zeggen. Volgens mij kregen we de eerste levering in juni. Die waren binnen 2-3 dagen op. Toen zeiden ze, nou, in augustus komt nieuw. Ja. Dat was dus 3 dagen geleden dat we het uiteindelijk hebben gekregen, de voorraad. We hebben gehoord dat wereldwijd de meeste leveranciers de voorraad pas in februari 2019 gaan krijgen. Dus wij hebben ze nu op voorraad. Nog wel. Het ligt aan hoe snel het nu gaat. Ik weet niet of wij ze nog krijgen voor februari. Want dit is namelijk de Sixth Sense 3.0 van Hugo Shelley. Ja. Ja, we gaan jullie niet helemaal verklappen hoe het werkt. Maar ik denk dat als ik iets ga laten zien, dat je dan zelf wel kunt bedenken hoe of wat. Want ondanks dat ik met opgestoten mouwen heb gewerkt, heb ik wel een geheim hulpmiddel. En dat is dit. En dit is alles wat je nodig hebt om dit te laten werken. Ja, bijna alles. Ik zal dat eventjes terug. Ik zal even trouwens uitzetten. Hij gaat er terug in het doosje. In het doosje zit een kaartje met online instructies. En een USB-oplaadkabel. Wij gebruiken ook wel een speciale munt daarvoor. Dat is deze. Die zit er standaard niet bij. Omdat het wereldwijd te koop is. En elk land andere munten gebruiken. Dus wij gebruiken nu een 2 euro munt. Check even op de site. Dan staat daar wel bij wat je daarvoor nodig hebt. Ja. Dus je kunt vertellen in welke hand iemand iets verstopt. Ja. Of wel waar iemand iets verstopt zou zelfs kunnen. En welke zijde boven ligt. Ja. Beneden ligt. We moeten daar meer over vertellen. De handboek is super klein, het is een stevig kastje waar het in zit. Je kan hem koppelen aan een app op je telefoon eventueel. Dan kun je de ranges noemen nog vergroten. Ja, het is eigenlijk een soort magnetische detector, mogen we wel zeggen. Hè? Dus in principe ook voor andere voorwerpen waar een hele sterke magneet in zit, kun je dan detecteren waar dat zit. Ja. Zeer universeel. We hebben een goede prijs ook. €315, inclusief de WTW uiteraard. Gratis verzenden binnen Nederland en België. Dus zolang ze er zijn... Sixth Sense 3.0 van Hugo Shelley. Yes. Tof dingetje. Tof dingetje. 10 euro zou je even controleren, René. 10 euro. Ja. Het mooiste is het midden van de biljart. Zou je dat ergens aan kunnen maken? Hier, ja. Dat is heel goed te zien, hè? Hier zo. Mm-hmm. Als je wil, kun je met de pencil door het biljart heen slaan. Dat lukt me ook nog wel, denk ik. Hij zit niet helemaal mooi in het midden, zie ik. Mag je weg. Zal even zo doen. Zou je de biljart even willen controleren? En de stift mag je ook controleren. Of zit het allemaal zoeken. Oké.
biljet kan trouwens geleend zijn. Ja, en de pen kan echt compleet onderzoeken. Er is gewoon niks, niks geprepareerd aan eigenlijk. Nee. Niet zoals je kan ontdekken tenminste. Oké. Okay. En dat is Pendo Bankbiljet. Pendo Bankbiljet. Op de website te vinden als Ultimate Penetration Plus. Dit is de simpele benaming zoals wij hem hier in de winkel hebben hangen. Kost €7,50. Ja. Koopje. Makkelijk te doen. Koop je. Ja, heel makkelijk te doen. En mooi. Bij je dragen en je hebt altijd een trucje bij. Ja. Moeten we daar meer over vertellen? Nee. We hebben ook een luxe uitvoering. Kun je ook, ook bekijken op de website. Pendo Bankbiljet. Dynamite Pendo Bankbiljet heet die volgens mij. Dat is maar €25. Dus ook nog. Laat het nog maar een keer zien. Maar deze vind ik al inderdaad al heel mooi. Ja. Thank you very much. Dan heb ik hier een voorspelling in een envelop. Leg ik hier neer. En ik heb een mapje met daarin een aantal ESP-kaarten. Zie, allemaal verschillende symbolen, vierkant, cirkel, ster, golfje, plusje. Ik zal een beetje nog het om elkaar mixen. Zou je er eentje uit willen pakken? Heb je eentje? Ja. Oké. Okay. Je hebt één kaart eruit gehaald. Deze heb je duidelijk allemaal niet gekozen. Sterker nog, die stoppen we ook eventjes in het mapje. Wil ik even de camera laten zien nog? Nee, dat hoeft niet. Leg maar even de lang blind langs. Want het mooie is dat als jij het envelopje zou willen openmaken, zit daar een fiche in. Mag je het uitschuiven? Kijk eens de achterkant. En als je het fiche omdraait, dan is dat een ster. Ster. Maar het mooie is, als je de kaart omdraait die jij gekozen hebt, die je zelf niet eens gezien had, is dat ster. Ook een ster. Ik had stiekem wel gekeken hoor. Stiekem gekeken, oké. Okay. Mooi. Heel mooi hè. Verkopen al jaren items die gewoon in de vergetelheid raken, zoals we dat noemen. Die raken een keer uitverkocht en dan liet ik heel veel zien in de winkel eerst. En dan raakt het uitverkocht, ook het showmodel wordt verkocht. Komt weer opnieuw binnen na een tijdje. Het gaat in het rek, maar het komt niet meer hier bij onze demo-spellen terecht. En dan vergeet je zoiets. Totdat iemand zegt, heb je nog iets leuks? En dan denk ik, goh, hebben we nog iets leuks wat we niet elke dag laten zien? Dan ga ik de rekken langs. En toen zag ik dit item hangen, dacht ik, waarom laat dat niet meer zien? Dus dit is Token. Van Paul Richards. Goeie goochelaar. Mooi effect ook. Eye Balance, wat ook van hem. En nog veel meer andere effecten. Ja. Wat moet je erover vertellen? Het is makkelijk te doen. Het is makkelijk te resetten. Soms hoef je niet eens te resetten. Het ligt een beetje aan de situatie. Ja, alles wat je nodig hebt zit erbij. Kaarten, een mapje, envelopje en de fiche. Inclusief een instructie-DVD. Makkelijk te vertonen. Perfect voor tablehopping. En ik vind het verbluffend. En ja, mensen kunnen echt elke kaart kiezen die ze willen. En er zit maar één fiche in een envelop. Ik vind hem mooi. Ja, ik vind hem ook mooi, zeker. Token. Daarom dit hem ook zien. Token kost €49. En zoals gezegd is helemaal compleet. Dan leggen we even op de grond neer. Ik heb hier een mooi pagode, wat is het zoiets? Zou ik huisje, bijna. Zal ik maar even zeggen. Tempel. Tempel ziet het uit. Tempel ziet het uit. En ik heb hier drie houten blokjes met nummertjes op. En de bedoeling is, dat we hier het deurtje openmaken. Mm-hmm. En dichtmaken. En weer openmaken. En dan mag René zelf bepalen hoe die, die dobbelsteen erin komt te zetten. Dus, ik mag de blokjes erin plaatsen. Of 3, 2, 1. Jij mag het niet zien, neem ik aan. Ik mag het niet zien. Ik zal niet kijken. Oké. Okay. Ik zal het zo niet zien. Ik hoor wel als je klaar bent, hè? Ja, ik zal het in de gaten om het idee. Ik wil het zelf niet eens weten. Deze hier. Deze hier. Zeker wel het gaatje. Oh ja, hier. Schrijven dicht. Ja, klaar. Ook dichtgemaakt alles? Schrijven dicht, ja. Even voor de duidelijkheid, ik kan alle kanten laten zien. Dat er verder niks bijzonders mee is. En dan ga ik proberen te voelen
magische wijze de volgorde van de nummers. Twee. Eén. Drie. Zoals ik dus 2, 1, 3. 2, 1, 3, ja. 2, 1, 3. Ik heb het niet gezien eigenlijk, hè. Een beetje... 2. 2. 1. En 3. Oh. Ja. Dit is weer zo'n verzamelobject. Ja. Schitterend gemaakt door Magic Wagon. Maak er meer mooie Thailand, ja, daar hadden we ook dat lint van waar je door kon doorknippen. Schitterend ding. Snel uitgekocht ook. Dit is ook weer, het is gewoon allemaal heel gaaf gemaakt. Ja. En er zit meer achter dan je denkt. Maar wat wel misschien belangrijk is, geen elektronica. Nee. En dit is het enige wat je nodig hebt. Dus en in principe kun je dat ook laten controleren. Ja, je kunt het laten controleren, ja. Maar je hebt niet meer, dus niet dat je nog net iets onder je horloge hebt zitten. Ik noem maar iets geks. Het is echt gewoon... toeschouwers stappen erin. Zal hem even uitzetten. Jij weet het. Dat is eigenlijk een leuk ding. Een verzamelaars ding. Ja. Ja, er valt inderdaad niks aan te ontdekken. Want er is, maar er zit een zeer ingenieus mechanisme in. Niet goedkoop. Maar dit zijn ook wel collectors items. De prijs is €385. Zou je denken, wat? Ja, het zijn de prijzen die voor dit soort spullen... normaal zijn. Dus wij deze prijs bepalen, ja, ergens natuurlijk wel. We kopen natuurlijk ook in. Er worden maar 100 of zo van gemaakt, of minder nog, hè? Ja, van elke effect worden er normaal gesproken 100 gemaakt en niet meer. Dus vaak zijn een effect 1 of 1,5 jaar in de verkoop. Niet bij ons, maar algemeen wereldwijd. Ja. En dan is het effect op en wordt het niet meer gemaakt, is het ook klaar. Dus iedereen dan die dat ding heeft, heeft het. En het materiaal verliest ook niet echt in waarde. Dus in principe is het een goede investering. Ja, het is allemaal gewoon mooi gemaakt. Dus het wordt niet bespaard op de materialen. En dat zie je. Dat zie je. Ja, tof. Temple of Divination. De tempel van de onthulling. Zou ik dat vertalen. Dan. Ik had dorst. Van jij wat zou je drinken? Ja, normaal. Ik kan het niet maken. Check even of er iets geks mee is. Gewoon een flesje. Ik heb allerlei... Ik heb hier allerlei... Sorry. Voorwerpen. Je mag ze allemaal even, gewoon even checken als je wil. Bewaren ze in een hele mooie doos hier. Ik ga de doos hier even neerzetten, zodat iedereen ook ziet dat ik die doos ik echt heb. Dat een move. Ja. Ja. Met ver? Ja. Oké. Nou, het is zo. Kijk, ik heb een aantal voorwerpen. Wat ik wil gaan doen is eigenlijk een soort van test. Ik zal je uitleggen wat ik ermee bedoel. Je kan namelijk... Ik heb het vanmorgen opgezocht nog speciaal op... ik zal het even laten zien. Ik zal het even voorlezen. Ik heb het namelijk opgezocht vanmorgen. Internet nog. Ik ga iets laten balanceren. En dan heb ik ook gezocht wat balanceren, waar het woord eigenlijk vandaan komt. De mensen die kunnen lezen. Balanceren betekent eigenlijk zich in evenwicht houden. Dus precies als jij erop loopt, ga je balanceren. Dan dacht ik, maar waar komt het vandaan? Balans komt uit van een weegschaal. Als je ziet, al die ouderwetse weegschaaltjes, deed je eigenlijk ook dit. Is eigenlijk hetzelfde als balanceren. Alleen wij gaan, ik heb het hier helemaal, mensen, zet hem op pauze, kun je het helemaal lezen. Voor balans. Ik denk voor de mensen die het interessant vinden, kan even opzoeken. Maar hier zit dan een soort decoult in. Want dat houdt je ook helemaal in balans. Alleen is de decoult niet doorzichtig. Ja, precies dat. wat gaan we proberen? Ik zal laten zien wat een beetje mijn plannetje is. Ik neem de fles. Oh ja, een doosje zetten we hier even neer. Zoiets. Even hier. Een beetje deze kant zo. We nemen een potlood. Dat potlood kunnen we, zeg maar, probeer ik hier op te zetten. Zo, ik denk dat het lukt. Zo. Niet tegen staaf gestoten nu, dan zijn we natuurlijk helemaal weg. We pakken een tandenborstel, die leggen we daar. Voorzichtig zo. Bovenop.
Zie. Maar nou is het in het gekke. Als ik daar de tandenborstel vasthoud en de potlood even weghaal. Ik ga het zo doen. Gekker nog, we nemen de tandenborstel nog. En zet de potlood even zo boven zo erin. Dat die tandenborstel niet gaat vallen. Even netjes vasthouden. Kun je het potlood en de tandenborstel in de lucht laten hangen. Wat op zich wel vreemd is, vind ik. Laten we nou bijvoorbeeld ook nog dit doosje eens pakken. Laten we de doosjes leggen we daar bovenop zo. Kijk, dat is zo beter zo, denk ik. Ja. Heb je nou dit? Of je pakt het krijtjesdoosje hier nog, zo. Als dat kan, zetten we die hier zo ook nog zo. Bovenop. En dan hebben we nog een klein krijtje. Dat leggen we daar ook nog zo bovenop. En dan heb je eigenlijk een relatief vreemde situatie. Van allemaal spullen die op onmogelijke wijze eigenlijk op elkaar gestapeld zijn. Zonder verdere ondersteuning. Dat is op zich heel vreemd. Maar het is alles behalve balans. Maar het leuke is, je kan het ook weer allemaal van elkaar afnemen. Je kan alles gewoon van elkaar afnemen. Verder geen probleem. Ook de tandenborstel en potlood kun je allemaal gewoon van elkaar afnemen. En je hebt weer allemaal losse voorwerpen. Nou, dit is Balance van Joshua J. Geen 100 keer geoefend, maar wel dat het in ieder geval de basis goed ging. Je krijgt de balance in een hele mooie doos. Deze doos. Dan denk je, ja, waarom zit het in zo'n grote doos? Eigenlijk is die... is die doos bedoeld om al je spullen in te bewaren. Tevens zou ik persoonlijk, als ik een act zou doen... Kijk, het is niet geschikt voor rondom, laten we het even erbij zeggen. Alhoewel het wel zou kunnen met een aanpassing. Maar het is lastig. Zou ik in deze doos ook mijn andere truc stoppen. Dus dat je de hele show act die je doet, haal je telkens alle spullen hieruit. En als je dan deze truc doet, haal je het ook hieruit. Dan is die doos niet, laat ik zo zeggen, verdacht. Want nu pak ik een doos waar een tandenborstel en een potlood in. Het is misschien niet helemaal logisch. Terwijl als het tussen alle spullen zit die je meebrengt, is dat logisch. Misschien is het wel jouw, tevens jouw, je koffer waar je uit leeft. Terwijl je rondreist door heel Nederland, om optredens te geven, zit hier ook je tandenborstel in en je flesje drinken. Dus dit is alles wat je maar bij je hoeft te hebben om te kunnen leven. Ja, bij wijze van, ja, je zou het wel kunnen maken, weet je wel. Is het alles wat ik nodig heb? Kleren, weet ik veel. Dus je hebt de doos wel nodig. Als je wil laten onderzoeken, heb je de doos nodig. Als je de spullen van tevoren niet wil laten onderzoeken... De kleren heb je niet speciaal nodig, je kunt hem daar rond. Ja, dat klopt. Kijk, wil je het effect vertonen zonder te laten onderzoeken, wat ik al zei? Zou ik niet doen, is het effect veel minder sterk. Want mensen kunnen echt goed alles checken. De spullen zijn ongeprepareerd. En ook dit zit weer in een hele... Ja, die kunnen niet bij, die doos staat erachter. Een hele mooie luxe doos waar alles weer in zit. Uitgebreide instructievideo van Joshua J. Waarin die echt alles in het kleinste detail uitlegt. En de spulletjes zitten meer... ook apart in een doos. Ja, alles zit prachtig verpakt. Ja, nee. Ik heb het niet laten zien, we hebben ze uitgepakt. Joshua zegt ook... Ik eindig hiermee, ik laat het staan en mensen blijven komen om foto's te maken. Dus zet jezelf erachter, zet je visitekaart tegen de fles, maakt niet uit. Als mensen dit gezien hebben, het effect, dan zeggen ze, ja, maar dit wil ik, hoe kan ik dit thuis uitleggen, wat die hooglanders gedaan heeft? Ik moet een foto maken. Nou, als je daar mooi zelf bij staat, of een kaartje of wat dan ook, heb je het perfecte visitekaartje voor jezelf. Dus Balance, €215. Tot 31 december. Dan wordt het want wereldwijd, het heeft niet met ons te maken, wereldwijd gaat dan de prijs omhoog naar bij ons bij €265. Dat wil zeggen, we gaan nu naar de kerst en oud opnieuw en er zit allemaal tussen. Dus ik weet even niet welke gevolgen dat eventueel heeft. Want ik denk zelfs dat de voorraad die wij nu nog hebben voor de oude prijs weggaat. Maar dat wij pas nieuwe voorraad krijgen in 2019. Dus dat dan de nieuwe prijs van toepassing zal zijn. Dus als je voor de oude prijs wil... Zolang we nog voorraad hebben, heb je voor 215. En ik denk dat de volgende voorraad €265 gaat kosten. Balance van Joshua J. en Vanishing
Ink. Dan heb ik nog iets leuks. Ik heb hier twee kaarten. Twee voorspellingen. Ik zou ze even hier neerleggen. Dit is voorspelling 1. Dit is voorspelling 2. Ik heb hier een beker. Die mag jij controleren als je wil. En ik heb hier een dobbelsteen. Ik heb een vraag om die dobbelsteen in die beker te gooien. En dat is namelijk mijn eerste voorspelling. 2. 2. Ja. Zou je eens willen kijken of er toevallig ook 2 ligt? 2? 2. Dat is sterk, hè? Deze truc heet Winner Dice, maar ik heb niet voor niks nog een voorspelling hier liggen. Zou je met deze dobbelsteen nog eens een keer in die beker willen gooien? Dat is mijn tweede voorspelling. 3. 3? Ja. Dan zou het heel sterk zijn als ik hier voorspelling nummer 3 heb liggen. Dus je gaat mij vertellen dat je hiermee alles kunt gooien? Ja, niet alles. Je kunt van 1 tot 6 gooien. Je kunt hier geen, geen 7 mee gooien of 8. Maar dit is Winner's Dice. Een super tof ding. Echt. Ja. Mooi, degelijk gemaakt. Klein, makkelijk mee te nemen. En je kunt letterlijk alles gooien wat je wil. Je kunt die in principe nog een keer gooien. Die gooit echt alles wat je wil. Dus gewoon een normale dobbelsteen. Je kunt laten controleren. En hij komt maandag. Dat is de 24e officieel in de verkoop. Ja. Dus dan mogen we hem versturen. Dus nu nog een pre-sale. Het is een wat kleinere dobbelsteen. Kijk, hier zijn iets grotere opties. Het is iets kleinere dobbelsteen dan we gewend zijn in Nederland, zeg maar. Zie je, dus groot is een kleine. En je kan er dus ook alles mee gooien, in principe, zei je? Ja, ja. Dus als ik 6 mag gooien? Dan kun je er in principe ook 6 mee gooien. Kun je ook 6 mee gooien, bijvoorbeeld? Je je kunt deze gewoon programmeren, tussen haakjes, waar mensen bij staan. Zeer cool. Geen elektronica wederom. Nee. Ja. Kan met elk kopje, met elk glas. Ja. Kost €55 aan... Ja, €49,50 gaat die kosten. Hij is iets aangepast. Hij was €49,50. Nou, pak je voordeel. Top truc. Ik vind het echt, een van de leuke dingen die de laatste tijd binnengekomen zijn. Ja. Ja, wat we nu laten zien, even voor het idee. Dat was puur een idee ermee. Hè? Ja, wat je ermee in principe is het een... Ja, eigenlijk is het een hulpmiddel. Ja. Wat je kunt gebruiken om bepaalde voorspellingen, doelen te forceren, wat dan ook. En dit was een idee van Leon, leuk met die kaarten, weet je wel, dat kan ook. Maar je kan er van alles mee bedenken. Ja, tof hoor. Winner's Dice by Secret Factory. Zeer mooi. Mooi. Zeer gaaf. Dan heb ik 2 kaarten. Verder niet heel speciaal. ik zal het even zo laten zien. Kijk, je kan namelijk die kaarten kan je namelijk zo over elkaar wrijven. Is niet heel spannend. Zie je? Je ziet dan de ene kaart achter de andere kaart. Dus niet dat je zegt, wauw, dat zijn er. Dan nog een truc moeten komen dan. Ja, dit wordt pas gek zodra je dit zeg maar. Dat je ziet dat hierboven de rugzijde is en onder de beeldzijde. Dus dit en dit. Voor het idee, je hebt dan hier beeldzijde, daar rugzijde. Je kan de kaart ook weer terug achter zetten op deze manier. Hierboven steeds de rugzijde en onder de beeldzijde. Maar als je nou opnieuw wrijft, heb je weer boven de beeldzijde. Zie, maar ook onder de beeldzijde. En dan heb je weer gewoon 2 kaarten. Dit is, zal ik het laten zien. Open Warp. Open Warp. We kennen allemaal de kaart Warp, waarbij je 2 kaarten hebt die je in elkaar vouwt. En dan schuif je dat doorheen en dan draait hij zich om en dan plaats je door. Dit is een openlijke Warp, zeg maar. €22. Ja, €22, goede prijs ook. Maar het is ook mooie simpele gimmick. Zeggen, ja. En als je deze veel gaat gebruiken, dan heb je het echt over veel. Net als elke kaart, truc of kaarten die je gebruikt, wordt natuurlijk minder mooi. Misschien minder soepel. Maar je maakt binnen 3 minuten... je eigen gimmick. Geen draadjes, geen magneetjes, geen gekke dingen. Super gemakkelijk te maken. De gimmick die ik net gebruikte is ook, heb ik ook zelf gemaakt om als demo te gebruiken. Het is super easy. Ja, en €22 met online video en een kant-en-klare gimmick al erbij. Ja. Dus je bent in principe al meteen klaar. Ja, niks mis mee. Open Warp. En deze was mijn bicycle. Stel je werkt met Tally Ho, je werkt met iets anders. Kun je hem ook gewoon met alle soorten kaarten maken. Dat is misschien ook niet... Kerstkaarten. Verkeerd om te weten. Kerstkaarten. Hallo. Misschien ook wel. Dan hebben we nog 1 mooi ding. 1 meer, hè? Yeah. We hebben een lezing. Ah ja, dat kun je ook eens even doen. We hebben een aantal lezingen op programma staan. En niet de minste. Allereerst een workshop. 14 januari hebben wij een workshop snelle hypnose-inducties. Door Fernando Flores. Die heeft hier in, volgens mij, 2000...
2008 of zo, dacht ik, moet ik even weer terugdenken. Heeft hij workshops hypnose gegeven, toneelhypnose en lezing showhypnose gegeven. Die waren bomvol. Op 14 januari komt Fernando jou in een exclusieve 2 uur durende workshop leren hoe je op super korte tijd, dus super snel mensen onder hypnose kunt krijgen. Dus super snelle inducties, oftewel speed inductions. Dus je kijkt iemand aan, zegt hem hallo, bam, slaat. Wil jij dat soort dingen leren? Dat is natuurlijk super vet als je dat met goochelen of street magic combineert en je gewoon mensen in hun macht hebt. En dan wel op een goede manier bedoel ik dat. Dat het lijkt alsof je mensen in hun macht hebt met hypnose. Is dit iets waar je bij moet zijn? Maar let op, vol is vol. Er zijn nog plekken zat nu, maar vol is vol. Op 14 januari, maandagavond om 8 uur. De kosten zijn 50 euro. Ja, die kost 50 euro, maar het is ook een exclusieve workshop. Dan hebben we op 24 januari... Uit Canada, Sean Farquhar, die komt hier een lezing geven. En dat is een, ik heb een speaker, want ik heb het hier allemaal opgeschreven met een briefje, een beetje gekrot. Donderdag, op een donderdagavond om 8 uur, komt Sean Farquhar een lezing geven. Ja goed, daar moet je bij zijn. Ja, dat is een hele sympathieke gast. Commercieel materiaal, daarmee bedoel ik niet dat het alleen te koop is, maar dat het gewoon bruikbare effecten zijn die je overal kunt vertonen. Entree gewoon 20 euro. Reserveer een plekje, want die gaat goed, die lezing. Mensen hebben veel plaatsen gereserveerd. En dan op 13 maart hebben wij niemand minder dan Shoot Ogawa. Voor de derde keer. Met de nieuwe lezing. Mooie ringen. Ja, ringen doet hij ook. Laat hij ook weer iets van zien. En allerlei munten. Dingen. Kaarten, munten. Hij heeft een eigen marktdeck ontwikkeld. En daar gaat hij allerlei dingen mee laten zien ook. Dus ik ben heel benieuwd. Dat is op een woensdag, 13 maart. Ook om 8 uur, Shoot Ogawa. Dus dat is, zijn drie dingen die zeker, zeker, zeker de moeite waard zijn. Nou zie ik dat de post aan de deur staat, dus ik moet hem heel even onderbreken. Dan zijn we zo terug. Hé, hey, dat was de post. Roosje, geen idee wat, maar goed. Kijk we straks wel even. Oké, hadden we nog iets leuks al? Ik ben even om mijn muts ben ik trouwens ook. Die had ik even afgegooid. Ja, mijn uit. Had ik even afgegooid. We hebben nog één ding. Weet je wat? Dit is mijn trouwring. Daar heb ik er maar, maar eentje van ook natuurlijk. En het mooie is, zou je mijn pols willen vasthouden? Ja. Weet je, ik heb trouwens hier een postpakketje staan. Dat hebben we net hier gehad. Ik zet hem hier neer. Maar het mooie is, dat ga je niet geloven. Op het moment dat ik dit doe. Hallowa, hallowa, hoelewa, hoelewa. En de ring is weg. Normaal maak je het toegesprek nog heel leuk altijd. Dan verdwijnt namelijk mijn ring spoorloos. Nou is het mooie. Ik, met één vinger draai ik het doosje even rond. Ik ben er verder niet aan geweest. Heb je het wel een schaar? Ja, schaar. Als schroepen. Ik heb dit mee. Openmaken. Zou jij het doosje verder willen openmaken? Ik denk dat... Ja, lukt dat. Ja. Even openmaken. Dan zit daarin namelijk... 1. Doosje. Even uithalen. Ja, heel goed. Kijk, laten we even rondom zien. Voor de zekerheid. Dat er niks te zien is verder. Ver, hè? Oké, mag je strikt losmaken. En het deksel afhalen. En daarin zit een horloge. Tadaa! Horloge. Zou jij het horloge er even uit willen halen? Dat doosje is verder leeg. Er zit dus geen ring of zo in. Niet in het doosje. Maar het mooie is, leg het horloge neer zoals je hem nu vast hebt. Kijk, mijn hand is verder leeg. Ik draai namelijk het deksel. Dat zou ik eerder doen. En dat is mijn ring. Ja. Mooi. Mooi, dat, mooi, hè? Mooi. Ja, nou, dit is ook echt iets. Die kregen we 2 weken geleden binnen de eerste om even te kijken wat het was. En ik had er in principe niet zo heel veel mee voordat ik het kreeg. En ik maakte het open, ging ermee spelen. Dacht ik, wat is dit? En ik liet hier een aantal mensen zien en die hadden precies hetzelfde en die hadden zoiets, nou, dat moet ik hebben.
En dit is echt, ik noem bijna bizar, toch? Dit is echt gewoon, ik zag Wizard Product Review, had het al als product van het jaar 2018 geroepen. Nou, dat is het echt, want in principe, dit is gewoon echt, als je het hebt over high-tech en slimme dingen en mooie gimmicks, dit is alles bij elkaar. Alles wat je net gezien hebt, behalve het lintje, is getruckeerd. Maar alles gebeurt in het volle zicht. Dus dat is gewoon werkelijk prachtig. Prachtig. Krijg je erin? Ja, deze moet. Maar, dan moet je gewoon erin. Zo, maar dat wel weer. Zo. Alles wat je ziet is getruckeerd. Het doosje, het horloge, alles. Maar alles is zo mooi afgewerkt dat het gewoon geniaal is. Dit is overigens Timeless van Joe Miranda. Dit is de klassieke versie. Classic, oftewel het klassieke, een strak of strak, ja, een klassieke loge. We hebben ook de sportsversie, hebben we nu even niet, ze hebben uitgekocht. Komt vandaag weer binnen, maar dat is later vandaag pas, dus je kunt die laten zien. En de sportsversie, die, je moet even op de site kijken, zwart met allemaal extra klokjes erop, zo'n duikershorloge. Heel cool ook trouwens. Prijs, €435, maar dan heb je ook serieus een cool gadget. Wij gebruikten net toverspreuken. Die toverspreuken zijn niet nodig, nee. Maar wij vonden die wel even nodig nu, omdat dit een item is wat je wel close-up kunt vertonen, maar wat ik niet close-up zou vertonen. En wij hebben wel een close-up situatie hier. Ja, op podium, geen probleem. Stand-up, geen probleem. Maar hier is het zo stil dat wij zonder toverspreuken de truc niet konden laten slagen, bij wijze van. Het is even, het kwam ook in ons op terwijl we deden, dus wat hier opnieuw vandaag dag verder. Ja, dit is Timeless. Ja, mooi. Echt. Degelijk gemaakt, zoals de dingen die hij altijd maakt. Ja. Joao Miranda. Ik spreek even, we hadden net dat ruzie met de camera aanlopen. Okay. Leon, ik denk dat wij aan het einde zijn van deze update. Ja, dat denk ik ook. Het doel is in ieder geval gelukt. We hebben een update voor kerst. We hadden een probleem met de camera's. We zijn een uur uitgelopen. De winkel is al even open. Er kwamen er mensen tussendoor binnen. Dus het loopt verre van gepland. Dus we hopen dat bij de montage dat blijkt dat alles wel goed opstaat. Zo niet, dan verschijnt onder een beeld dat er iets niet goed opstaat. En met excuses daarvoor. Maar ik hoop dat dat niet nodig is geweest. Wij wensen jullie namens Dynamite Magic Shop allemaal fijne feestdagen. Juist. En laat het smaken voor de mensen die lekker gaan tafelen en drinken. Ja. En alles wat erbij komt kijken. Ja. En een gelukkig nieuwjaar ook. En een oud opnieuw natuurlijk. En hou er rekening mee als je nog dingen voor oud jaar wil binnen hebben. Dat je ze even op tijd bestelt. Wij zijn gewoon open met de normale dagen. Dat houdt in. Wij zijn met kerst, eerste en tweede kerstdag gesloten. Maar dan zijn we gewoon verder de donderdag, vrijdag, zaterdag. Oh, dat zegt het goed. Kerst is dinsdag, woensdag. Ja, donderdag, vrijdag, zaterdag zijn we gewoon open. En ook nieuwjaarsdag zijn we uiteraard gesloten. Oudjaarsdag zijn we ook gesloten, dus maandag zijn we altijd dicht. Dus wat dat betreft verandert er weinig, behalve dat we de eerste en tweede kerstdag extra dicht zijn. Zo moet ik het beter vertellen. Ja. Allemaal. Ook de beste wensen voor het volgende jaar. Ja, pas op je vingers. We verkopen wel zesde vingers. Hè? Ja, we verkopen wel zesde vingers, maar er zijn zesde vingers en geen vervangers voor je vijfde vingers. Ja, daarom dus doe het voorzichtig. En tot volgend jaar. Mochten we je niet meer zien of niet meer horen. Tot de volgende. De update is er in ieder geval, de volgende update is er pas weer in 2019. Oei, oei.